En het was ook zo dat daar, daar woonde dat huis, een eentje verder, daar was een hele zwakke dijk. En daar hadden wij zorgen over. Want als er iets zou gebeuren aan die dijken, dan was het daar. Een kwart eeuw geleden stond de Maasdijk in Woudrichem op doorbreken. Op die hoogwatercrisis kijken we terug met toenmalig dijkgraaf Bastiaan Snoek. Die soms niet aan slaap toekwam. Ik heb wel een slechte nacht gehad vanwege dat onrustige gedoe. Moeilijk slapen. Maar dat had ik niet alleen gehad, dat had ook de commissaris van de koningin gehad toen, Hoebe. Dijkgraaf Snoek was verantwoordelijk voor de regio Altena. 25 jaar geleden compleet ingesloten door het water. Ja, je bent er dan dag in dag uit mee bezig, hè? Als je af en toe thuis komt, dan heb je het over andere dingen. Maar dat had ik hier niet. Ik dacht alleen, mijn kop stond alleen bij het water. Nou, toen was hier de situatie dat het water boven tegen de dijk omhoog stond. Ze waren wel lager dan nu, dat geef ik toe. Maar het water stond boven tegen de dijk aan. Daarboven tegenaan. En daar stond niks, maar was het gat. Het zijpelt er wel een beetje door, hè. Dat kan niet anders. De situatie was zo precair dat een second opinion werd gevraagd over de dijk aan professor Arnold Verruit. Destijds hoogleraar bodemmechanica aan de TU Delft. De professor kwam op de dijk lopen en daar liep hij. Ik was er niet bij, maar hij heeft me verteld, en anderen hebben dat mij ook verteld, dat hij de grond in zijn mond deed om te proeven hoe nat hij was en of hij goed was om het te houden. Ja, die man was er serieus mee bezig. Boeken wou je niet zien, hij wou ter plekke zien hoe de zaak erbij stond. Daar ging het helemaal. Het advies van de prof, de dijk moest onmiddellijk versterkt worden. Want die meende op een gegeven moment dat het misschien goed was om daar 1000 vrachtwagens aan de binnenkant met zand tegenaan te gooien. En dat moest dan zo gemaakt worden dat je eigenlijk niet tegen die dijk aan kwam, maar ervoor kwam te liggen. Dus eerst zou die dijk een beetje doorgaan en dan zou het water tegen die zand dan komen. Dat was de bedoeling. Ik denk dat die zand tegen die klei, tegen die dijk wel een beetje aan moest komen. Maar ik vroeg me later wel eens af, zand is ook zo weg als het water erin komt. Want ik was bang als je dat s'avonds gaat doen, dat dan de bevolking wakker zou worden en zou zeggen, nou die vent is ook niet meer te vertrouwen die er op het kantoor zit, dus we gaan vertrekken. Maar dat was ik angstig voor, maar niet daarvoor, dat was het meest angst hier. We hebben toen heel oplettend dag en nacht daar mee bezig geweest, elke keer gekeken of dat er ook water doorheen sijpelde. Dat gebeurde op sommige plaatsen, maar er was geen aanleiding om te zeggen, we moeten iets ondernemen. We hebben het gelaten zoals het is. Dat is goed afgelopen gelukkig. Maar we hadden er wel veel zorgen over.